Ik heb eigenlijk achter de wand heb ik iets gemaakt. Waarvan ik denk dat elke kunstenaar zich aan gerelateerd voelt. En daarbij heb ik een gedicht gemaakt, zodat jullie het ook nog beter gaan begrijpen. Dus, als je wil, zal ik het even doen? Ja. Ja, toch wel. Ja. Moet wel lezen, hè, want in mijn hoofd stampen in deze week was een beetje hectisch. Maar goed, voor iedereen, buiten de box. Op andere gedachten, ook wel buiten de box. Afstand van de trachten, doen wat hartstocht. Zal hij klimmen, maar niet naar de top, met beide benen op de grond. Perfectie is niet de norm. Het verschil gemaakt, waar jij zei dat het niet kon, ben ik geworden wat ik ben. Want kunst vormt. Dus yep. Buiten de box. Wij geven mevrouw Tessel dan nu de eer om jullie te tonen hoe ver Emma ermee is. Zeg maar Emma, wat kan ze doen? De trap weghalen. Ik wil toch nog even van de gelegenheid gebruik maken. En ik kan het niet op zo'n mooie manier dat jij het kunt. Maar wel om de waardering uit te spreken voor het fantastisch initiatief. Die onderhouden wij. Mag altijd een pauze nemen. En dan een streepje daar, Mooi. Altijd even stoppen en dan weer verder. Dan krijg je nooit uit. Ja, boven. Nou, hoop niet elke keer te schudden hoor. Dat was een grap. Ja, en nou inkleuren zou ik zeggen. Dus het plak mag helemaal. Ik mis nog wat, hè? Ja. En dan rechtsboven nog. Kijk, een hartelijk applaus. Ja. Dankjewel. Morgen de vervolg. Het vervolg. Maar soms ook willekeurige voorbijgangers die geconfronteerd worden met een heel heftig ongeval. En ik had het er net nog met twee collega's hier in huis over, twee medewerkers, die dan niet verstijven. Want dat is vaak de eerste reactie die je bij een heleboel mensen ziet. Dan kun je niemand kwalijk nemen, mensen die niet verstijven onder datgene wat ze zien, maar die handelen. Ik heb een auto-ongeluk gehad een jaar geleden. En Bart Snellink die heeft mij samen met een paar vrienden vorig jaar uit de auto gehaald. En daarvoor krijgt hij deze onderscheiding. Super. Dank u wel. Graag gedaan. En er zijn een aantal mensen die daar een foto van willen maken. Oh. En voor de uiteraard ook. Voor de foto het minst interessant, denk ik. En daar is kant. Ik kwam terug van werk vanuit Engelo en ik heb na een lange werkdag was ik bijna thuis. Ik moest nog 5 minuten rijden ongeveer en 5 minuten voor mijn bestemming ben ik in slaap gevallen en tegen een boom aangeknald. En daardoor tot stilstand gekomen midden op de weg. En toen is de auto begon te roken, in brand gevlogen en Bart heeft me dit toen gelukkig op tijd uit weten halen. We zijn samen met z'n allen zijn we uitgestapt, naar het voertuig heen gegaan. Kijken, er zat één persoon in. En die hebben op een gegeven moment hebben we eruit gehaald, naast het voertuig neergelegd. En gestabiliseerd en wachten op de hulpdiensten. Ik heb er inderdaad vanmiddag een mooie legpenning voor gekregen. Ik vind het zelf geen heldendaad. Ik vind het iets wat iedereen in mijn ogen altijd doet en moet doen. Dus, het is een bronzen legpenning voor mijn inzet, als soort beloning. En die krijgt thuis in de kast een mooi plekje. Ja, ik ben uitgenodigd door Bart zelf. Ik ben zijn militaire commandant. En hij is hier uitgenodigd omdat hij een heldendaad verricht heeft. En de Canonie-penning gekregen heeft.
Dus ja, daar ben ik natuurlijk trots op en daar wil ik bij aanwezig zijn. Ik ben Frida Waanders, beeldhouwer van onder andere dit beeld. En hier bent u bij mijn atelier. En ja, door een lekker band kwam ik in de tijdnood te zitten. Dus daar heb ik beloofd om terug te komen. En die belofte heb ik nu in grond. Ik ben Elsa Snijder en ik werk in aan de Herengracht 24. En ik heb nu een fotoserie hier hangen. Een box schilderijen. Mijn naam is Rita Opkouwer. Ik doe af en toe een keer mee met de atelierroute. En deze keer zeker, omdat we weer opnieuw een doorstart hebben gemaakt. Vorig jaar was het de laatste keer van de atelierroute en dat vonden we eigenlijk allemaal wel heel erg jammer. Dat hoor ik al van jou. Ja, dat dan weer. Zou je het wel gehoord hebben? Snap je het? Van het snapt? Nee. En dat ik heel erg geleugd ook eigenlijk niet. Ik ben Luc en ja, ik heet jullie welkom hier in mijn galerie. Kijk, daar is er, maar ja, de ring doet het niet. Maar er kwam nooit iets bij. Dus, en dat in tegenstelling tot wat me ooit is beloofd van ja, als dat een nieuw stadhuis er is, dan wordt heel de routing veranderd en het kanaal is dan maar klaar. En... Ik ben Inge Witvers, ik ben bezig met het zeefdrukken. Ik werk vaak op... een thermovax, soms synthetisch materiaal, eigenlijk om te proberen om verschillende gelaagdheden te krijgen in textiele materialen. Ik ben René Verlingen. Kunstenaar. Kunstenaar. Beeldenkunstenaar noemen ze dat, hè? Op het Indiëplein. Ja, wij hebben die raketten ervan gezet. Ja? Fantastisch. Ja, ik had ook zoiets van laten gaan. Ja. Ja, maar wij nog steeds in de boel. John Remus. Ik vind de filmstil. Oh ja. Ik wil even meer zoeken. Oh, ik naar beneden naar boven. Linda Biemans. Ik ben Ineke Hofsteen. Els Bruzen. Mijn naam is Chantal Mensink en ik ben van Docs for Care. En Docs for Care is van Jacqueline Potts geweest. En zij is helaas afgelopen jaar overleden. Zij had kanker. En haar laatste wens was eigenlijk in plaats van een, bloemen op het graf, dat iedereen een donatie ging doen, zodat hier een speelveld gerealiseerd kon worden. Met speeltoestellen dus. En dat gaat nu gebeuren? Dat gaat nu gebeuren. Ja, het speelveld dat bestond al wel. Dat heeft zij in 2014 voor elkaar gekregen bij de gemeente Almelo. En vandaag gaan wij dus de speeltoestellen hier vastzetten. Jacqueline Potts die was heel erg begaan met mensen en met honden. Zij werkte ook onder andere in de jeugdzorg.
En zij heeft honden en mensen dus eigenlijk bij elkaar daar gebracht. Van daaruit heeft ze Dogs for Care opgericht. Ze ging met therapiehonden bij besloten instellingen langs. En zij gaf dus les aan mensen die niet goed op een hondenschool konden functioneren. Daarnaast was ze eigenlijk dagelijks hier op het veld om mensen te helpen, ook haar eigen honden uit te laten. En ja, haar grote wens was dat mensen hier lekker met hun honden bezig kunnen zijn. Nou, vandaag worden hier speeltoestellen neergezet. Deze worden helemaal verankerd in de grond, zodat die niet zomaar meegenomen kunnen worden. En ja, speeltoestellen kun je denken aan een tunnel waar honden doorheen kunnen lopen. Een kattenloop waar honden overheen kunnen, een wipwapje. Slalompaaltjes en een paar autobanden waar ze doorheen kunnen springen. Nou, deze komen hier omdat het Jacqueline haar grote wens was dat hier speeltoestellen kwamen. Dit heet ook het Jacquelineveld, dat hebben we naar haar vernoemd. En ja, ze wilde dus dat honden hier lekker met hun baasjes bezig konden zijn tijdens een uitlaatuurtje. Dit is een gedeelte waar honden altijd al los konden lopen. Verder in het park is het verboden om je hond los te laten. Alleen het zit hier vlakbij een drukke weg. Ja. Daarom ook een omheining, zodat ze niet de weg op kunnen rennen. En honden kunnen dan even lekker los. Sommige honden kunnen niet los, die lopen weg. Of het stikt hier van de konijnen. Ik weet niet of u dat gezien heeft net. 200 konijnen ongeveer. En hier kunnen ze veilig los. Hoe gaat het toezicht hier? Want het ligt hier vrij. En ja, wat gaat ermee gebeuren? Er zijn een aantal toezichthouders aangesteld door Jacqueline. Toen ze nog leefde, heeft zij een aantal mensen gevraagd van wil je hier alsjeblieft op letten. Dus die letten op dat hier poep wordt geruimd, dat de gaten weer gedicht worden. En ja, de hindernissen worden dus ook een beetje in de gaten. Joehoe! Kom, zoek, 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 praat! Ja! Hop! Of hun leven ervan afhing. Met het motto, mijn stad, wat vind ik mooi in Almelo. Ja, dat was hartstikke leuk. Alle kinderen waren, ja, die hadden heel veel talent. Dus ze waren gemotiveerd. En ja, ik heb geprobeerd om hun eigen karakter te laten uit te blinken. En ja, er zijn hele verschillende schilderijen uit voortgekomen. En ik hoop ook dat de kinderen ermee verder gaan met schilderen. Je hebt ook een speciale talentenklas, heb jij begeleid? Ja, elke les heb ik een soort ander thema binnen de schilderkunst aangeboden. Dat, je hebt de traditionele vormleer en kleurleer. Maar ook een aantal beroemde schilders zijn aan bod gekomen. En, ja, dus, en daarnaast is er natuurlijk ook veel ruimte geweest voor hun eigen werk. Ja, ik heb al een paar keer rondgelopen. Het is wel heel moeilijk hoor, want er zijn natuurlijk verschillende... Ja, je kunt op verschillende aspecten kun je de schilderijen beoordelen. Maar er zitten een paar bij waarvan ik denk van ja, die moeten echt meedoen, die kinderen. Ja. Ik geef het nu aan Britt, maar na afloop krijgen jullie allemaal hetzelfde educatieve cadeautje. Ook uit. Waarom heb jij voor Creta gekozen? Omdat dat best wel beroemd is. En ik ga er vaak soms zelf soms ook wel naartoe. En ze hebben daar heel erg lekker eten. Kozen. Dus... Nou, ik vind het een heel mooi gebouw en ik spart er zelf ook. Mijn naam is Fred Lammers. Ik ben begonnen als drummer en oprichter van de Dynamics in 1961.
Eigenlijk geboren vanuit de Ferdinand Bolstraat Almelo. En de Rembrandtplein, zoals wij dat tot nu toe altijd noemen. Tegenwoordig ook wel, maar in die tijd trok je dan als muzikant of als band wel de nodige aandacht van de vrouwen of van de meisjes toen. En dat is overal eigenlijk zo geweest. Totdat je eigenlijk een beetje vaste verkering kreeg en toen was het afgelopen. Roy Portier. En jij bent een van de belangrijkste figuren van de band Sagitta? Nou, ik ben medeoprichter van de band Sagitta. Samen met Dick Hatumena, Louise Hatumena en mijn vrouw Ilse Hatumena. Ilse Portier, sorry. En ik speel de bas in de formatie. En Dick is de zanger. Oké. Okay. Dick Hatumena. En je bent ook een van de leden van Sagitta. Ja, klopt. Ja, ik ben de zanger van Sagitta. Ja, we zijn... Jaren 80 zijn we begonnen, 76 zoiets. Zijn we begonnen als vrienden. Met Roy en Ilse en mijn zus dan zeg maar. Die is al overleden dan zeg maar, Louise. Hebben we gewoon even gejamd eigenlijk. En dan gewoon met de stemmetjes gingen we dan een beetje zingen en zo. En daarna denken we van, gaan we een mooie band oprichten. En daarna zo is het dan gekomen allemaal. Very special. Ik ben ook een van de leden van de Dynamics. En ik heb begrepen een van de oudste leden. Klopt dat? Nou, als ik om me heen kijk, ze beamen het allemaal. Dus het zal wel zo zijn. Wij vertellen over de bandjes. Ik kan je voorstellen, de brug naar Wieren, van Almelo naar Wieren. En Frank, klein mannetje toen, grote gitaar, over de brug heen. Ik woon in Wieren. Dan moet je maar voor over hebben om s'avonds daar naartoe met een grote gitaar naar Wieren alleen, om gitaar te spelen. Nou, dat is Frank Provoost. En dat vergeet ik nooit weer. Want ik fiets niet naar Almelo met een grote gitaar, maar Frank dus wel. Dus daar begon het eigenlijk. Rob de Groot. En hij is ook een van de bandleden van de Dynamics? Als gitarist en een beetje zang. Ja. En waarom ben jij destijds begonnen bij de Dynamics? Via een vriend van mij, Bert Remy. En de Dynamics had een gitarist nodig. Nou, dan heb ik me aangemeld. En ik vond het hartstikke leuk om het te doen. Dus nooit spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Nee. Anders waren we niet zo lang bij elkaar gebleven na 50 jaar. Nee, we konden altijd heel goed bij elkaar opschieten. Frank Provoost. En mag ik vragen waarom jij destijds mee de Dynamics bent aangesloten? Nou ja, wat moest je toen doen? Hè? Een beetje hangen. Een beetje aan die snaren plukken. Nou ja, langzamerhand heb je een band bij elkaar. Zo ging dat vroeger. Dus dat was de reden dat jij bij de Dynamics kwam? Ja, 16 jaar. En toen ben ik gaan plukken aan de snaren. En toen ben ik erbij gekomen. Ja. Dat het helemaal uit de hand liep en dan komen we zo naar de achterdeur naar buiten. Maar een Olemente was niet bang van die. Nee, echt niet. En dan liep er nog zo'n boksen. Henkie om. Die heeft nog door portier gereden. Ja. Uitspelen. Hoe heet je oom ook alweer? Henk. Henkie Wijnholz. Ja. Wat zei jouw oom? Die knal die erin onder. Nou, ik denk dat het een... spetterend optreden moet worden daar op 19 november. En dat is in dolle pret, heb ik begrepen. Ja, dus ik wil hierbij iedereen uitnodigen die straks deze beelden gaat zien. Van kom de 19e naar dolle pret toe en kom met ons samen een feestje vieren. Hoe kom je erbij om bier te gaan brouwen? Ik liep iets van 11 jaar geleden op een brouwerie in Borne. En daar stond de vertegenwoordiger van een gilde, Twentse bierbrouwersgilde. En toen kreeg ik door dat het mogelijk is om bier zelf te maken. Ik was al een bierliefhebber en toen ben ik dat vanuit dat gilde ben ik dat gaan doen. 4 keer per jaar dan huur ik een brouwerij en dan maak ik een groot brouwsel en dat verkoop ik. Maar na het recept van jezelf? Ja, je levert altijd zelf het recept aan en afhankelijk van welke brouwerij je inhuurt doe je zelf niks. Hè. Alleen het recept aanleveren en op een gegeven moment krijg je bier op je oprit staan. Of je kunt ook, je kunt ook veel meer invloed in het proces zelf hebben, dat je de hele tijd aanwezig bent en ook bepaalt hoe het gebeurt. Dus, waarom moeten we jouw bier drinken?
Omdat het ambachtelijk is. En ik ontwikkel goede recepten thuis. En die, is dat natuurlijk? Ja, zoveel mogelijk wel. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je het doet. Hè. Dus als je een Duits bier, dit is een Hersbock, dat is een Duits biertype, dan is het helemaal reinheidsgebod. Als ik een Belgisch biertype maak, dan is er wat meer toegestaan. Dan kun je wat meer toevoegingen doen, bijvoorbeeld kandijsuiker, dat soort dingen. Maar het is wel allemaal natuurlijk, dat zeker. Ja. Maken alle brouwers hetzelfde? Nee, het zijn totaal verschillende biertypes. En die zijn ook niet met elkaar te vergelijken. Maar ik probeer echt 4 keer per jaar echt een seizoensbier te maken. Dus dit is een bier voor de herfst. En straks komt het bier voor de winter. En daarna komt het bier voor het voorjaar. En dat zijn echt totaal, dat zijn niet vergelijkbare bieren. Ja. Ben je niet uit wegen van alcoholisme of wat dan ook begonnen? Nee, zeker niet. Nee. Maar je lust hem zelf wel graag? Ik lust het graag, maar je moet het wel een beetje zien te matigen. Zeker als je het zo overvloedig in huis hebt, dan moet je oppassen dat je niet te veel drinkt. Maar ik ben liefhebber van mijn eigen bieren, dat zeker. Ja. Ja. Waar ik het aan verkoop? Ja? Dat zijn, met dit brouwsel is het heel leuk, want het is bijna helemaal in Almelo afgezet. Vorige brouwsels moest ik meer elders in Twente afzetten. Maar dit bier is echt geland in Almelo zelf. Smaakt die? Ja, het smaakt heerlijk. Smaakt heerlijk? Echt Almelo's heerlijk. Almelo's heerlijk? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Een speciaal biertje. Echt een herfstbakje. Oké, dankjewel. Hallo Henk. Hoe smaakt het bier? Ik vind het voortreffelijk. Het is zo leuk dat je eigenlijk de smaak van je eigen boomgaard erin terugproeft. Hè? Ja? Ja, de hop is van Freek. Maar ik kom regelmatig even een telefoontje van hoe staat het erbij. Dus hij volgt dat nauwgezet. Oké. En altijd precies op tijd met het oogsten. Alleen, ja, ik kon er niet bij zijn dit jaar, helaas. Dus ik mag er wel van genieten. De eerste keer dat het bier in Almelo getapt wordt. Ik zou zeggen op Rut, op Bel en op Lijn. Heel mooi gesproken.
komt, de lieve God.